Even kijken naar de AEX van de afgelopen week, afgelopen 2 weken. Dit is een beetje het beeld dat er bij ons staat. Met de verlies van vandaag erbij is AEX de winst voor het hele jaar alweer kwijtgegaan, geraakt. Ja, Janneke, jij zegt steeds, je moet maar instappen en in de markt blijven zitten. Maar dan had je dus het ritje van de eerste weken van januari gemist, maar dit ook. Ja. Ja, maar dit is natuurlijk geen drama. Hè? Dit is een paar procent eraf. Ik geloof dat de Ajax sinds begin dit jaar nu met het verlies van vandaag een 10% in de min staat. Ja. Nou, hoe vervelend is dat als je 30 jaar horizon hebt? Kijk, ja, het enige is als jij... Ja, het enige jammer is als je op 1 januari al je geld had gestort en in aandelen had belegd, dan stond je nu een 10% in de min. Nou, ik denk... dat je ook daar nog wel tegen zou kunnen. Okay. De afgelopen week was gewoon een slechte beursweek. Waarom? Waarom was het zo'n slechte week? We hadden de State of the Union. Daar zat geen nieuws in. We hadden de Fed-mededeling over de rente. Daar zat ook geen nieuws in. Nee. We hadden een hele batterij aan cijfers. Met name Amerikaanse cijfers. Die waren per saldo volgens mij ook niet zo heel erg slecht. Waarom gaat die markt naar beneden, Martijn? Ja, voor een deel toch een beetje het rentespook wat weer opdoemt. En voor een heel groot deel psychologie. He, er hoeven maar een paar dingen elkaar te versterken. En een paar experts te roepen van zie je nou wel. Ja, vroeg of laat schrikt men daar toch van. Dus er is weer geen ratio? Heel vaak is er geen ratio op de beurs. Kijk, je hebt natuurlijk een hele lange tijd van koersstijgingen gehad. Het is nu al een tijdje zo dat er veel geroepen wordt van... er moet toch wel een correctie komen. Onder andere door jou. Onder andere door mij. Ja. En inderdaad... Je kan ook zeggen, ik had gelijk. Ik had wel een keer gelijk. Nee, ja, jij met die olieprijs trouwens ook goed van je. Ja, maar het is toch niet alleen maar sentiment. Het moet toch een soort van idee achter zitten. Want er zijn nu zorgen over de inflatie loopt ook weer ietsjes op. Of dus is vooral angst dat die inflatie hard gaat oplopen. Terwijl we natuurlijk zo lang wilden dat die inflatie ging oplopen. Nu is het er of lijkt het er te komen. En nu is iedereen, de markt, weer bang dat het te hard zal gaan. En dat dan toch de economie... zal raken. En ja, dat is zo één van die domino-steentjes hoeft maar om te vallen. We willen inflatie, we krijgen inflatie en we schrikken ervan. Is dat het idee? Ja. Nou ja, er zijn nog wel een paar andere dingen die wat dieper in verborgen zitten in die bedrijfscijfers. Is dat de kredietkwaliteit van een aantal bedrijven toch langzamerhand slechter begint te worden. Dus kredietverlening is een beetje aan het dalen al. Dat is vaak een teken dat de cyclus op zijn laatste benen loopt. Dus dat is één. Twee, je zag junkbonds al eerder onderuit gaan, wat daarmee te maken heeft natuurlijk. Dus high yield leningen, dus mensen die meer naar krediet kijken, kunnen bedrijven hun schulden wel terugbetalen. Die zijn vaak wat kritischer dan aandelenbeleggers. Ja, die zag je eigenlijk al een paar weken hun geld wat langzamer terugtrekken. Ja, vaak zeg ik altijd, obligatiemarkten, rentemarkten lopen vooruit op wat aandelen gaan doen. En toen ging die algemene rente natuurlijk ook nog behoorlijk omhoog. Nou hoeft dat normaal gesproken niet per se slecht te zijn voor aandelen. Kan ook wijzen op groei. Wat nu specifiek was, was dus dat obligatiekoersen en aandelenkoersen tegelijk hard onderuit gingen. En dat voedt dan, dat sluit aan bij jouw paniek. Paniek bij, bij beleggers die daar allebei toch met wat meer leverage in zitten. Dus die dan langzamerhand moeten afbouwen. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de Giro. De Giro is beleggen, altijd en overal.